Mijn naam is Peter Smit en ik ben de initiatiefnemer van Stichting Clean en op het ogenblik van het project De Plastic Madonna. Een project wat heel veel lagen heeft, eigenlijk te veel, waardoor het heel moeilijk is om het in een korte tijd uit te leggen. De hoofddoelstelling. Het lijkt een project te zijn wat... we hebben 100.000 flesjes zwerfafval verzameld. Allemaal mensen gevraagd dat als je één flesje tegenkomt op straat, of ze dat aan ons project zouden willen doneren. En dan lijkt het al heel snel over het project dat het over zwerfafval gaat. En de aanleiding was ook wel zwerfafval, maar we hebben iets anders ontdekt. En dat is eigenlijk, zoals ik dat dan noem, de grootste denkfout van de mensheid. Wat is dat? En die grootste denkfout van de mensheid is dat ze allemaal denken dat het kleine beetje wat ik kan doen, dat heeft geen zin. En als wij dat weten om te draaien, dat al die mensen die dus nu heel vaak denken, ach, dat kleine beetje wat ik doe, dat heeft geen zin. En daarom doen ze dus niet. Als wij die mensen, al die mensen die dat denken, toch bereid krijgen datgene waarvan ze denken dat het geen zin heeft, het toch te gaan doen. Echt, dan kunnen we bergen verzetten. Echt, dan kunnen we zulke grote dingen doen. Neem bijvoorbeeld de plastic soep. Daar gaat dit project natuurlijk ook een beetje over, de plastic soep. Die wordt grotendeels veroorzaakt door dit geloof. Dat kleine beetje wat ik kan doen, dat heeft geen zin. Al die mensen die één flesje op straat gooien. En denken van, ach, dat ene flesje maakt niet uit. Als je nou hier om je heen kijkt. Deze hoeveelheid plastic die hier ligt, die komt alleen al in Nederland elk half uur op straat. Doordat mensen denken, ach, dat kleine beetje wat ik kan doen, heeft geen zin. Zie je wat voor enorme resultaat dat geeft? Het is, naar mijn mening, is het de grootste kracht op deze wereld. Dat kleine beetje wat ik kan doen, heeft geen zin. Als we dat weten om te draaien, dat ze dus toch dat kleine beetje wat je kan doen, toch gaat doen. Echt jongen, dan gaan we bergen verzetten. En daar gaat dit project over. Het aanleiding was natuurlijk wel allemaal zwerfafval en de plastic soep. En dat die plastic soep veroorzaakt wordt door al die mensen die een beetje die plastic op straat gooien. Wij willen dat ook nu proberen om te draaien, te stoppen. Er is een wetenschappelijk onderzoek geweest dat er 8 miljard kilo elk jaar in zee terechtkomt. Ongeveer 60% daarvan is afkomstig van zwerfafval, van wat mensen op straat achterlaten. Laten we even zeggen dat dat 6 miljard kilo is. Als mensen dus, als er dus 6 miljard kilo elk jaar in zee komt door zwerfafval, door plastic, doordat mensen in de natuur plastic achterlaten, dan betekent dat ongeveer 2000 kilo elke 10 seconden. Dat is dus ook wat hier ligt. Hier ligt 2000 kilo aan plastic. In dit geval zijn het allemaal alleen maar plastic wegwerpflesjes. Maar goed, het is allemaal soorten plastic die in zee komen natuurlijk. En allemaal plastic van mensen die allemaal denken, ach, dat kleine beetje, weet je wel, wat ik kan doen, dat maakt niet uit. Het levert dus deze hoeveelheid, wat je hier ziet, elke 10 seconden komt dat in zee terecht. Door dat. Maar elk flesje wat je ziet liggen, er lopen ook ongeveer 10 mensen langs. Die denken van, ach, één plastic flesje, één plastic zakje, één plastic iets oprapen heeft geen zin. En als we dat nou weten om te draaien, als maar bijvoorbeeld een kwart van de mensheid één stukje per dag op zou pakken, dan zou er dus geen 6 miljard kilo elk jaar bijkomen. Dan zou er geen 2000 kilo elke 10 seconden bijkomen. Geen 200 kilo elke seconde zou er bijkomen. Als we maar doorhebben dat een kleine beetje wat jij kan doen, dat dat zin heeft. Want als jij het gaat doen, dan durft jouw buurman het ook. Want jouw buurman doet het niet, omdat hij jou het niet ziet doen. Doe het alsjeblieft met een vrolijk gezicht. Want als je met een chagrijnig gezicht gaat lopen van, die rotjeuk, wie heeft dat nou weer neergegooid? Dan gaan mensen je niet nadoen, want dan straal je uit dat je chagrijnig wordt van zwerfvuil opraap. En gek genoeg, eigenlijk mag je er vrolijk van worden als je een stukje zwerfafval opneemt, want je doet iets goeds. Deze enorme berg afval ligt hier omdat we, je leest dan bijvoorbeeld in de krant, er komt jaarlijks iets van 8 miljard kilo aan plastic in de oceanen, in de zeeën erbij. Weet je wel? En dat zijn van die getallen waarvan, die gaan het ene oor in en ging het andere oor dan maar uit, dan was het tenminste nog langs je hersens gegaan. Maar dat soort getallen, het zegt ons mensen niks. Het zegt ons helemaal niks. Dus wij willen laten zien dat deze 100.000 flesjes die je ziet, dit is dus 2000 kilo, dat is wat er elke 10 seconden in de oceaan aan bij komt. We willen het laten zien, want pas als je het ziet, dan zegt het je wat. Zo'n getal van 2000 kilo wat er elke 10 seconden bij komt, in principe zeg je, ja dat zeg je misschien nog iets, maar dat eerste getal van 8 miljard elk jaar, dat zeg je helemaal niks. We gaan dit recyclen.
We gaan hier filament van maken. Filament is het moeilijke woord voor draad wat 3D-printers gebruiken om voorwerpen mee te printen. Echte voorwerpen. En wij merken nu dus dat al die 3D-printers, die werken nu met nieuw plastic om nieuwe plastic voorwerpen te maken. Terwijl we al, moet je kijken man, hoeveel tweedehands plastic we hebben. We hoeven alleen maar te recyclen. We hebben al zoveel plastic, waar we van bij God niet weten van wat we ermee aan moeten. Ja. Dus gooi het maar op straat, laat het maar verbranden enzovoort. Terwijl het een prachtig materiaal is om het weer opnieuw te gebruiken. Zeker voor 3D-printers. Ja. Dus we gaan dit recyclen. We gaan een filament van maken. En daar gaan we met 3D-printers gaan we dat enorme beeld. Dat wordt ongeveer tussen de 9 en de 15 meter groot. Dus we zeggen nu steeds 12 meter. Maar hoe groot het precies wordt weten we nog niet. Maar laten we zeggen 12 meter groot. Gaan we dat beeld printen. Met gerecycled plastic. Gerecycled zwerfafval plastic. En dat is om dus daarmee aan te tonen dat al het zwerfafval plastic uiteindelijk in de voedselketen terechtkomt. En uiteindelijk geven we dat volgende generaties te eten. En een andere reden waarom het plastic bedonnen heet, we gaan dit beeld dus exposeren in Rio de Janeiro. Tijdens de Olympische Spelen. We krijgen volgende week te horen of we daar toestemming voor hebben. Dus ja, we zijn door de eerste laag heen. We mogen het al op stranden in Rio exposeren. Alleen is het nog niet zeker of we het ook mogen exposeren tijdens de Olympische Spelen op het strand. Wat betekent duurzaamheid voor jou? Gewoon heel simpel eigenlijk. Verantwoord omgaan met de enigste plek waar wij mensen op kunnen wonen. Gewoon zorgen dat niet alleen wij hier nog op deze aarde kunnen leven. Maar ook dat mijn kinderen nog op deze aarde kunnen leven. En met een beetje mazzel ook nog mijn kleinkinderen. En daar over nadenken. En met je acties daar verantwoord mee omgaan. Dus doorhebben, proberen te begrijpen wat voor acties, wat voor dingen jij dagelijks doet. Die impact hebben op hoe het er in deze wereld naartoe gaat. En daar keuzes in maken, dat is duurzaam bezig zijn.